Kijk, dit tellertje gaan hier onderin. Heerlijk. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering. Gaat het goed? Ja, van hoor. Van Moerter en Spernaya spelen... Grappling Hook the Game. Grappling Hook the Games. Evolved. Ja, want daar is die kroon dus voor. Kom je ook hierheen gegrappeld? Ja. Wiehie. Eigenlijk loop je gewoon door de lucht. Miauw. Oh, land erop. Ja. Nail dit. En als je naar beneden wil, dan kun je gewoon zo doen. Hoppakee. Super slick. Ik vind het echt zo leuk om gewoon zo... Miauw. Ik ga nu hierheen. Nu ben ik hier. Miauw. Ik ga nu hierheen. Vorige aflevering hebben we de Research Station gemaakt, maar we hebben hem nog niet aangezet. Ik zeg Research Station, ik bedoel natuurlijk de Laboratory, want de Research Station kunnen we niet meer gebruiken. Nu kunnen we onderzoek gaan doen, want we hebben ook al van die pots gemaakt, van die koperen. Of ja, sorry, basics. Basic, dus, ja. Maar nu is de vraag, wat willen we? Building Automation of Minor Upgrades? Oeh, ik denk dat we Minor Upgrades moeten kiezen. Dat denk ik ook, ja. Want dan kunnen we waarschijnlijk sneller smelten. Smelten. Ja, meer minen. Dan smelten, dat schiet gewoon niet echt op. Ja. Dus ik zou zeggen, geef hem een draai. Oh nee, hij draait al. Zet hem maar klik, aan. Klik, en dan start project. Boing. Yeah. En de stroom is op. Ja. Oh. Dan zie je wel hoeveel stroom die nodig heeft. Want dat was 3000 stroom van zo blub op. Nou, daar gaan we zo wel even oplossen. Dan gaan we mooi extra... Pyrothermics opzetten. Meer pyrothermics. Ja, inderdaad. Doe dat. Jij hebt alle spullen daarvoor, volgens mij. Ik heb de spullen, yes. Want ik... Oké, hier aan de onderkant hebben we al een... Het vliegtuig ligt ook weer lekker in de weg. Ja. Hebben we een infrastructuur opgezet. Kijk, hier wordt de kolen worden hier naar boven ge... Huh? Dit lijkt kapot. Ja, dat moet waarschijnlijk bijgedraaid. Ja, ik draai hem even voor je bij. Dan wordt de kolenaanvoer gewoon goed. Dus die kolen worden hier verdeeld, links, rechts. En dan hier weer links, of gewoon naar boven. Ja, in twee takken. Twee takken? Nee, drie takken. Hij wordt op drie kanten op verdeeld, of niet? Ja, dat klopt wel. En dan komt het dus hier bovenin, in die groene hoppertjes. En die groene hoppers geven het aan deze pyrothermics. En die pyrothermics die geven heel veel uitstootgassen. En daarom komen daar op... De Project users. Ik mis er één. Eén pyrothermic. Ik heb... Geen pyrothermics in mijn inventory. Dus die liggen dan beneden. Ja, deze dingen zijn threat reducers. Reducer. Want anders worden ze wel heel boos. Worden ze super pissig. Zal eens even kijken. Oh ja, nu krijgt hij dus wel stroom binnen. Maar dat stopt hij gelijk in dat project. Prima. Maar dit moet hij dus 10 keer doen. Dit is de eerste van 10 keer. En daarna nog 9 keer. Oh, de stroom loopt op. Kan dan nou... Oh, hap. Stroom is weg. Eventjes. Dit gaat even duren... maar dat geeft niet. Tijd hebben wij. Oh, bij 250 gaat hij waarschijnlijk eten. Nee, bij 300. Oké. Het schiet wel lekker op, maar het kan nog wel iets sneller hoor. Maar, ja, het staat er niet allemaal aan. Want ik heb er natuurlijk van die groene verdeeldoosjes opgezet. En die hebben we even nodig. Nou, misschien veranderen ze nu wel allemaal. Maar ze staan wel allemaal aan hoor. Ja, net nog niet. Nog wel eentje. Yes. Nog een pyrothermic. Ja, maar wat ik wel zag is dat we een beetje een probleem hebben. Namelijk dat... Spider-Bro... Gaat niet helemaal lekker. Ons tin is op. Kijk. Nam. Hier zat ons tin. Dus dit ga ik even opruimen. Hebben we dat helemaal net de vorige keer opgezet? Ja, heel netjes gemaakt. Ik zal je trouwens straks ook laten zien hoe je kan uitrekenen hoe lang je kan doen met een tinbron. Want dat kun je gewoon voorspellen. Of kun je eigenlijk gewoon precies uitrekenen. Dat het een bepaalde snelheid heeft waarmee die dat opeet. Nog meer rekensommetjes voor thuis. Het wordt nog een educatief programma zo. Ja. Heb je wiskunde huiswerk al gedaan? Nee, ik heb GK Mortis en hij speelde Forgecraft. Daar heb ik veel meer van geleerd. ik weet niet hoe belangrijk je leraar daarmee wordt, maar hey. Misschien kan ik het zelf ook proberen. Al, weet je. Ja, misschien, oh ja, kijk ik ook altijd. Dat zou wel echt tof zijn. Maar... Dat zou, beste wiskunde leraar ooit. Maar ik denk het niet. Weet je wel, ken je een cube hamster? Ken je die? Nope. Dat is de vierkant. Ja, hij is vierkant. Hij speelt namelijk heel veel Minecraft. Maar hij heeft samen met Seth Bling volgens mij uitgevonden dat je in Minecraft van die vliegmachines kan bouwen. Oh, ja. Wauw. En hij is dus Nederlands en hij is ook leraar. Ah,
Volgens mij is scheikunde leraar, maar dat weet ik niet zeker. En, maar dan kun je dus gewoon... Die mensen krijgen dus gewoon serieus les van een bekende YouTuber. Holy moly. Ja, ik ben ook klaar met middelbare school, maar anders zou ik wel verhuizen naar... Waar die les geeft. Ja hoor. Papa, we gaan verhuizen. Ik wil door hem les krijgen. Van hem. Super awesome. Ja. Ik heb nog nooit zo'n vliegmachine gebouwd. Betekent niet dat ik door alle YouTubers even goede leraar zouden kunnen zijn, denk ik. Ik denk dat sommige... Ik denk niet dat ik veel les zou willen hebben van PewDiePie of zo. Ik denk dat dat misschien een beetje... Nee. Beetje onrustig. Beetje... Inderdaad. Je hebt een 8 voor je aardrijkskunde. Profist. Wat? heeft ook alweer iets, maar ja. Maar we moeten wel op zoek naar een nieuwe tin ondertussen. Ja, had je al tin gevonden? Ik had al een beetje gezocht. Kijk, want je kan hier met... er is een nieuwe soort ping. Namelijk de color ping. En als ik dan... Dan zie je dat alles kleurtjes krijgt. Groen is koper. En ik weet niet zo goed wat... Volgens mij is roze kool. Dus daar zit veel tin. Oké. Maar er zit er ook eentje hier. En daar ben ik al even naartoe geweest. Wacht, ik ga gewoon hier naar beneden graven. Hoppakee. Dichtmaken. En dat is... Hiro. Haha. We zijn gearriveerd. Zie je, heel het scherm is blauw. Moeilijk te herkennen. Maar dit is een goede plek. We moeten dit een beetje uitgraven. Ik ben nu wel klaar met die color pink. Nou mag het weg. Maar ik kan ondertussen wel even scannen. Rechts moet scannen. Scan. En staat het linksonder, geloof ik. Ja, linksonder. Kijk nou. Linksonder staat er. Volume is 16.000. Volgens mij is dat niet superveel. Maar de total ore is 20 punt nog wat, nog wat. Nou, we gaan hier gewoon... hier is dichtbij. Laten we hier gewoon... tin gaan mijnen. Dus we een lampje op het plafond zetten. Zullen we wat ruimte maken hier. Oh, ik heb dat lampje neergezet. Is het ver weg? Anders kan ik ook wel even een lijntje aanleggen met wat wat kolen krijgt. Net als de vorige keer. Nee, het is best wel dichtbij. Als het goed is, zou je wel... ik heb de kolen aanvoer... Of de kolen naar die andere heb ik al opgeheven. Maar je kan denk ik wel naar mij toe... je kan mijn naam Je bent wel een beetje zien. De front in. Ja, precies. Ja, ik zie jou net. Ik weet niet hoe je het wilt doen. Ga gewoon recht omhoog. Ja, recht naar beneden naartoe gegraven. Ja. Hier ook. Want dan ga ik gewoon... ja, recht omhoog komt. Dan weet ik waar ik naar beneden moet. Ja, dat doe ik. Tum tum pim. Ik heb het volgens mij zelfs gemarkeerd. Gewoon hier in de hoek. Ja, ik zie jou. Hallo. Ha. Nice. Ja, wat zou ik doen? Het liefste zou ik iets willen doen met de smelterijen en de ore extractors bij elkaar. Maar volgens mij gaat dat niet zo goed lukken. Dus ik ga gewoon die ore extractors hier neerzetten. Basic drill motortjes erin. En dan komt er een pyrothermic tegenaan. Zo hoeft ook niet vast te zitten. En dan zet ik wel hier op de grond. Wat voor een hoppers zou je gebruiken voor pyrothermics? Je doet groen volgens mij, hè? Bij pyrothermics gebruik ik meestal groen, want dan kan er gewoon een storage van 10 in en hij hoeft echt niet zo snel die dingen weg te geven. Okay, niet in zoveel seconden, maar een... Dat is goed. En dan zou ik eigenlijk het liefst... Oh, wacht. Ik wil eigenlijk... Ik heb eigenlijk een 4... Een 2x2 glad stukje nodig. Oké, we hebben... een beetje het plan aangepast. Omdat we op deze diepte zitten, werken pyrothermic generators niet zo heel erg goed. Goed genoeg voor deze gebooste ore extractors, maar niet goed genoeg voor smelterijen. Smelterijen kost wat meer stroom. Vandaar. Geeft niet. Oh, weet je het? Nou ja, goed. Dus wat we doen, we voeren hier de stroom af naar de lopende band waar alle ores op zitten. Ik kom naar boven, alsjeblieft. Ja. Ik doe het zelf wel. Hoppakee. Shablammo. Oh, wacht eens eventjes. Ik snap al wat je bedoelde. Ja. Dus nu komt de tin gewoon hierbij in. Dat is niet echt super handig. Ja, we kunnen het smelter niet aanhouden. Maar misschien kunnen we zo meteen gewoon die extra smelterijen hier neerzetten. En dan... Of we gaan het koper bijvoorbeeld smelten. Dat we... Want dat is nog lekker dichtbij.
En dat kunnen we doen, volledig ja, doen. ja, kunnen we zeker doen. En ja, ik had al zitten kijken, we kunnen wel een beetje uitfilteren, namelijk met lopende banden en dan de conveyor belt filter. Daar heb ik een beetje tin voor nodig. Oeh, ons basic miner upgrade is echt bijna klaar. Maar we krijgen geen tin meer, we krijgen gewoon helemaal geen tin meer. Oké, ja, nu dan weer wel, vanaf die... We kunnen ons eerst wel even kijken, echt over nou, een minuutje of zo is onze basic miner upgrade denk ik klaar. Want hij is met de laatste research pod bezig. Dan kunnen we even kijken wat we daarvan bij krijgen. Wat heel eventjes, voordat ik dat doe, dan ga ik eventjes hier dit tin hier erin gooien. Oh, dat kan niet. Dat is oké. Het kan wel gewoon hierin. En daarin. En dat in dat in dat lithium bijvoerstation gooien, ja. Ja, dat is inderdaad al bijna af. Dat is wel echt gelijk. Dat is best wel snel gegaan nog, zeg. Ja, God, komt omdat we er wel lekker... Mee. We doen er wel aardig wat power op. Volgens mij heb je 12.000 power nodig per research pot. Heet dat toch een research pot? Ik vergeet het. Basic heet die ten eerste. Basic experimental pot, kijk. Ik heb trouwens net even 40 koper bijgedrukt in dat apparaat, zodat we die andere research ook gelijk zouden kunnen doen. Oh, de stroom loopt nu inderdaad heel erg op. Collect research. Blink. Oh, yeah. Oh, de volgende is intermediate, oké. Okay. Maar daar hebben we simplified, dus het is met... Ja, is tin. Tin, oké. Okay. Die zijn een beetje... Maar we kunnen die andere wel direct aanzetten, die basic building. Wow, wat? Heb je dat net gedaan? Yes. Gruwelijk. Netjes. Dat komt helemaal goed. En nu kunnen we kijken wat voor nieuwe spullen we hebben. Yeah, ja, moeten we die dan hier aanklikken nog? Of krijg je die gewoon... Volgens mij niet. Ik denk dat je die er gewoon bij krijgt. Ja. Volgens mij krijg je het inderdaad gewoon erbij. Oké, wat hebben we nu erbij gekregen? Hier nog niks bij lopende banden. Bij het stroom ook niet, maar dan bij mijnen. De MK2 Forced Induction. Wow, die kiezen. Ja, yeah, die wil ik zo graag. Maar daarvoor hebben we het 50 tin bars nodig. En we hebben op dit moment 0 tin inkomsten. Ik heb er 14 tin bars. Heb je 14 tin bars? Yes, ik ga al mijn bars al even in de kist leggen. Dan kunnen we mooi weer gauw verzamelen. Want als we die hebben, dan kunnen we veel sneller... kunnen we weer een keer zo snel smelten. Ja, dat is inderdaad wel echt handig om te hebben. Oh, dus gaat deze ook alweer lekker door met de volgende research. Dat is mooi. Volgens mij die research die we niet aan het doen zijn. Volgens mij krijgen we daar die explosive devices van. En dan kunnen we die koper die in die tunnel ligt opruimen. Ja, als ik dit nou eens opruim... Heb je dat ook wel eens dat je je koffiepot op je bureau laat staan en dat die dan de hele tijd zo'n beetje gek geluidjes aan het maken is? Nee. Ik heb geen koffiepot namelijk. Nee? Oh, nee, ik heb alleen een French. Ideaal. Ik heb een French press en een senso-apparaat. Oeh, okay. That's it. Zo niet veel. Dat is ook niet veel. Het zijn twee dingen. Dat is, ja, oké, okay, dat is waar. Ik ga dit eventjes opruimen. Klopt dat? Jawel. Oh, dat komt er hier ook in. Aha, maar volgens mij kun je dit gewoon zo doen. Nou, gaat hij ze om en om doen. Hoop ik. Maar nu komt er geen koper meer in. Normaal. Waarom heb je de koper eraf gesloopt? Ja, maar die gaat er gewoon ook in. Maar die komt er niet tussen. Nee, daarom stonden die dingen er. Zodat het... daarvoor was het. Maar je zou ook gewoon de koper hier aan de onderkant erin kunnen doen, toch? Ja, dat kan ook. Dat ga ik doen. Maar dat kost extra lopende banden, dus dat vond ik niet heel... Ja, ja, in plaats van storage hopper. Ja, je praat het wel leuk goed, ja. Zo. En storage hoppers zijn vet goedkoop. En je hebt meer buffer. Ook lopende chill. Banden zijn nog veel goedkoper. Dat is wel waar. Het ziet er ook veel slikker uit dit, man. Stil dan maar. Dit is gewoon beter. Dat weet je heus wel. Nee, niet. Nee! Echt ik ben het oneens. Nee, want je hebt nu mijn hele aanvoersysteem van lithium heb je eruit gehaald. Dat ja, dat ideaal. Heb ik ook niet meer nodig. Waarom niet? Hoe gaan we nou lithium smelten? Ja, omdat we hebben 1000 lithium voordat we zeg maar... Zo, nou, dit komt helemaal goed, vertrouw me er maar. Wat ik nu even wil opzetten is dat we... wat we hieruit krijgen, dat... Oh nee, dat is niet waar. Ik wil eventjes gaan opsplitsen. Zo... En daar maak ik stopper, storage hopper aan. En daar maak ik dan de smelterij aan. Zo. En dan aan de andere kant ook. Oh nee, niet aan de andere kant. Nou, misschien. Nou, wacht. Jij zet al die spullen op te pakken, of niet? Ja, dat zal wel. Nou, waarschijnlijk automatisch was er aan het kijken wat je aan het doen was. Ja, ik ben mijn smelterij kwijt. Oh. Kut.
Kun jij... als we neerzetten. Het is zo niet ideaal. Maar oké. Okay. We overleven het. Thank you. En mijn... oh nee, ik heb nog wel een storage hopper. Zo. Oh nee, dit moet ik eigenlijk eentje verderop doen. Dan kan ik een beetje... GT hiermee. Oh, wacht. Ik weet al wat ik wil. Ja, precies. Oké. Okay. Sorry hoor. Duurt eventjes voordat ik... Dat is een beetje uitvogelen wat je wil. Zij, je hebt echt alle spullen opgepakt, man. Ik heb nu ook mijn storage hoppers. Ik kan gewoon... Ik kan dus gewoon nooit... Ja, zie je? Die wel... Heb je... Alle storage hoppers. Ik maak je dingen continu bij. Ja, oké, okay, dat is waar. Als je nodig hebt. Ja, jij laat ze overal slingeren en dan moet ik ze weer opruimen. Ja. Mooie boel dat. Het komt gewoon omdat jij die server host, man. Jeetje. Okay. Just server hostings. Ja. Schijt. Server host abuse. Ja, inderdaad. Zo noem je dat. Oké, dus nu komt het hier erin en dan kan ik het hiermee eruit halen. Dan moet ik even opletten dat dit eruit is. En dan deze draaien, zodat hij alleen maar dingen erin doet. Nee, dat klopt niet. Nee, zo moet ik hem hebben. En die moet zo. Ja. Yeah. Hier komen dan de gesmolten stukjes uit. Nou, weet je wat, laten we daar gewoon een langzame lopende band voor gebruiken. Want daar hebben we nog heel veel van. Dit kan dan wel hier rode bij. En dan moet alleen nog even kolen erin. En daarvoor heb ik die groene nodig. Heb je die ook? Kun je dat anders een beetje... Nee, die heb ik niet. Ah. Je moet er nog pyrotermix maken. Oh, die kan ik gewoon craften vanuit die witte. Dat is veel beter. Die witte vind ik helemaal niet zo chill. Die witte vind ik echt niet meer chill. Nope. Groen is al chill. En anders heb je de stormtroopers. Die zijn super chill. Dit gaat ook helemaal bad. Zeg, ik ben zo in de war. Dat is altijd een beetje puzzelen. Maar die pyrotermic moet hier ook... Die moet je kunt er gewoon bovenop zetten. Je kunt gewoon de pyrotermic bovenop de... Ja, maar dan heb ik er twee nodig. Ja, maar sowieso die... Volgens mij, ik denk dat je er sowieso wel twee nodig hebt. Want die dingen die vragen wel veel stroom. Ik denk dat je die niet met 5 power kunt poweren. Oké, okay, vooruit. En anders zet je er een... Als je het met 1 wil doen, dan kun je dus zo'n power storage unit... Met een power storage unit oplossen. Zo dan, toch? En dan... Zo. Ja. Maak dit. En dit wordt dan een... Remove only. Ik hoop niet dat hij die kolen aan die ding eronder gaat geven, maar volgens mij gebeurt dat niet. Nee, er is geen hopper interactie. Nou, dat is prima. Daar ben ik nog niet helemaal over uit hoe dat werkt, want ik heb gezien dat het wel eens gebeurde. Maar heel misschien gaan ze in evenwicht met elkaar. Volgens mij is het tussen storage hoppers, alleen die oranje dat die dat hebben. Kijk, gaat de stroom nu aan? Ja. En die andere ook. Prima. En er komt... Ah! Er komt wel kolen hier onderuit. Het is gewoon kolen te poepen. Ja, dan moet dat... Dan maak je het gewoon met twee van die groene die het losgeven aan die... Zet je gewoon twee groene erbovenop. Ja, doe ik dat wel, joh. Prima. Zo. En dan... Zo. En dan heb ik hier alleen nog even zo'n... Hé, joh. Ik stond daarop. Nu niet meer. Ah, oké. Okay. Nu heb je veel beter overzicht. Ja, dat is wel waar. Dankjewel. Zo. Hier ook. Oké, ben je al kolen aan het aanvoeren, overigens. Netjes. Vanaf welke kant? Oh, vanaf die kant. Ja, want hier komt het gewoon aan. Oké. Okay. Er ligt al een heel kolennetwerk ondertussen. Ik was even, ja, ik... Ja, oh, dit was niet heel slim van mij. Nee, dit, ja. Dit moet even iets anders, maar dat kan. Het wordt echt een lekker bouwwerkje, maar dat is prima. Kijk, ik zit hier nu ook. Ja, er wordt al tin in gesmolten. Kijk, dat is echt goed. Ik zal even handmatig wat kolen erin doen. Dan kan die lekker doorpakken. Ja, dat zou ook. Ondertussen zullen we alweer een heel eind zijn met de... Met onze nieuwe research. Want die hadden maar 5 van die dingen. Even kijken, waar zitten we nu? Ik ben mijn tin bars kwijt. Oh nee, wacht. 5. Ja, volgens mij kan het nu. Volgens mij heb ik nu genoeg voor de volgende tier. Voor de volgende... Force Induction. Yes. Oké, okay, dan hoef ik alleen maar even deze op te pakken. En dan hopen dat Sarah hem niet krijgt. Nee. Haha. Hij was voldoende uit de buurt. Gelukkig. Deze keer wel. Dus even kijken wat er gebeurt. De Force Induction upgrade komt hier erop.
Klang. Ho. Stamp, stamp, stamp. Kijk dit telletje gaan hier onderin. Heerlijk. Oké, dus die bars worden nu echt veel sneller gesmolten. Ja, dat kun je ook zien bij de holobase, hè? Hoeveel we per minuut doen. Van ores krijgen en oh, ik had het moeten vergelijken. Oh, dat was leuk geweest. Dan hadden we statistieken en dan zag het er cool uit. Maar hoeveel bars doen we nu? 9 11, bars 8, per minuut. 13 bars per minuut, zegt hij bij mij. Dat is gek. Dat is inderdaad wel raar. Klinkt alsof iemand buiten server hacks. Plakt. Ja, doe je gewoon zodat het er beter uitziet voor jou. Het laat helemaal nergens op, joh. Deze kan weg. Relaxed. Oeh, lekker veel tin, ja. Ja, dit gaat echt wel de goede kant op. Dan wordt het gewoon hierin gesmolten. Het is alleen een beetje jammer, want die forced induction smelters, die kun je, die upgrade, die kun je niet op gewone smelters doen. Dus die, alleen die eerste. Maar straks dan kunnen we er eentje bouwen dat het wel kan. Oké. Nieuw research. Ja, inderdaad. Het laboratorium heeft weer iets afgemaakt. Dus de base building automation. En volgens mij valt dat dan allemaal onder lopende band. Lopende bandje. Dus dat is niet waar. Oh, jawel. De lift manual control module. Dus dan kun je de lift op afstand dienen. De lift compressor. Dan kan je de lift verder uitlaten. Dan kan de lift, nu kan hij maar 64 blokjes uitschuiven. Dan kan hij verder. Alleen dat werkt volgens mij nog niet in multiplayer. Wat, ja, ja. Nee, maar we hebben ook allemaal nieuwe bij de, we hebben ook nieuwe recipes bij de research terminal. En ook echt een aantal hele leuke dingen. Yes. Oeh, wow, het waren er net 15 en nu zijn het er 31. En stroop en een lampje. Ja, daar moeten we sowieso nog naar gaan kijken. Oh, advanced convoyer filter. Dan kun je niet alleen zeggen van ik wil ores of bars scheiden, maar ook welke... Is het waar? Ja, je kunt gewoon specifiek één ding zeggen. Je kunt gewoon zeggen, ik wil alleen al het gouden oor, of goud, dan leg ik een beetje voor, al het ijzeren oor eruit halen, of alle ijzeren bars eruit halen. Oh man, een workfloor excavator, Mark 2, dat is explosives. Wauw, dit is echt genoeg om nog voorlopig even afleveringen te blijven bouwen. Maar dat komt in de volgende aflevering. Man, ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. We hebben wel weer netjes onze tinproductie, even, oeps. Ja, en gewoon 2 researchers gedaan in 1 aflevering. Ja, nou, die power komt... komt wel goed. I've got power. Lekker man, goed gedaan. Anyway, ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Laat alsjeblieft een like achter, comments en hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!